Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Ik ga eventjes kijken of ik mijzelf weer kan vinden. Ik zie wat voorbij komen, dus dat gaat zometeen helemaal goed komen. Even weer alles klaarzetten, reacties erbij zetten en dan gaan we zo gezellig van start met z'n allen. Nou, welkom op deze zondagochtend. Gisteravond ging me echt eventjes niet lukken. Dus ik moest hem eventjes afzeggen en vanmorgen moet ik ook even kijken wat allemaal mogelijk is. Maar ik ga gewoon mijn best doen. Ik zie wel hoe ver ik ga komen. Nou, mijn geluid heb ik dus niet uitgedaan. Ik hoor mezelf in echo, dus ik weet in ieder geval dat het geluid ook werkt. Nou, reacties erbij, dus wij zijn er klaar voor. Tenminste wat de iPad betreft. Ik ga gewoon even lekker aan het kliederen. Ik moet eigenlijk mijn hoofd een beetje leegmaken. Momenteel heb ik gewoon echt even heel weinig energie. En gaat het gewoon even niet zo heel lekker. Dus ik moet even kijken van wat er allemaal gaat lukken. In ieder geval als ik alle mooie basis heb. Ik ben een uurtje bezig. Dan zijn we in ieder geval bezig geweest. Het gaat ook niet altijd omdat we een creatie helemaal af hebben. Het gaat gewoon over het proces. Nou, wat wil ik vandaag gaan doen? Ik heb met deze ricepapers eerlijk gezegd nog nooit wat gedaan. En dat werd natuurlijk wel hoog tijd dat die ook een keertje aan de beurt kwamen. En spelletjes en zo vind ik natuurlijk wel heel leuk om te doen. Ik doe het alleen eigenlijk nooit. En daar wil ik me eigenlijk wel een beetje wat meer in gaan, op gaan richten, want ik vind het leuk en toch doe ik het niet en ik zou niet weten waarom niet. Dus daar wil ik gewoon even een weg in gaan vinden. Dus vandaag heb ik zoiets van, er moet iets van spelletjes bij. Ik heb voor deze keer alleen de puzzelstukjes gedaan, omdat ik een beetje de puzzelstukjes van mijn leven een beetje bij elkaar aan het zoeken ben. Ik heb er boeken bij gedaan, want boeken zijn voor mij momenteel heel belangrijk. Ik ben heel veel aan het lezen. En dat zijn voornamelijk echt meer diepgaande boeken. Dus ook de Bijbel, boeken over wie je echt bent, mindful boeken. Dus van alles en nog wat. Nou, dan zitten er wat stenen muurtjes bij. Omdat ik helemaal een muur om me heen gebouwd heb inmiddels. En ja, deze mooie pilaar, die vond ik gewoon leuk erbij. En ik heb ook nog wat stukjes van de muzieknootjes. Muziek is voor mij heel belangrijk. Dus dat zijn wat elementen, die heb ik uitgezocht wat ik voor vandaag eigenlijk belangrijk vind. Die heb ik uit mijn ruispapers gehaald. En die heb ik opgeplakt met een Mod Podge. Dat heb ik alvast even gedaan, omdat we anders gewoon niet uitkomen vandaag qua tijd. Ik gebruik hiervoor de Liquitex Matte Gel. Ik vind dat een hele fijne. En ik doe dat altijd met de Distress Collage Brush, omdat ik dat een hele fijne penseel vind. Dus daarmee heb ik het opgeplakt. Ik ga even mijn horloge erbij zetten voor de tijd. En ik ga wat kleurtjes erbij uitzoeken. Nou, deze keer wil ik proberen mijn pagina een beetje licht te houden in een beetje rustige lichtroze bruin tinten. Geen idee of dat gaat lukken. Nou, ik had erbij gezet dat ik met de cadens aan de slag wilde gaan. En ik heb een paar kleurtjes alvast uitgezocht. Ik denk dat ik ga beginnen met de kleur Taffy. Taffy is voor mij echt een beetje een basiskleurtje wat ik heel veel gebruik. En de Old Lace vond ik, denk ik tenminste, dat hier ook heel mooi bij gaat staan. Nou, deze is een beetje ingedroogd. Dus dan moet ik even dat eerst uithalen. Oeh. Misschien is deze nog wel net zo mooi, moet ik trouwens zeggen. Ik ga eens even kijken wat mooier uitpakt. Taffy of de Old Lace. Dan heb ik de kleur Cactus Flower. Dat is een beetje roze paars. Want hier zit natuurlijk ook een beetje roze paars bij. En hier zit wat donkerder paars.
Of donkerder roze. Dus ik wil ze een beetje gaan verdelen over mijn pagina qua kleur. Dan had ik de kleur Victorian Pink. Sommige moet je... Ja, eigenlijk moet je ze allemaal even schudden. Had ik van tevoren al gedaan. Maar deze moet eigenlijk nog even wat extra. Nou, dat kleurtje komt een beetje aan deze kant. En zal ik hier ook nog meer bij doen bij die boeken. En ik denk dat er ook gewoon wit bij gaat komen. Kan zijn dat ik er straks nog een kleurtje bij pak. Dat zien we wel. Ja, ik heb in principe ook de kleur soft roze er nog bij. Maar ik ben bang. Gewoon even een klein beetje. Ja, die wordt te paars. Nee, soft roze gaat gelijk weer terug. Nou, ik denk dat ik het gewoon tamponerend aan ga brengen. Maar deze keer wil ik een klein beetje de randen alvast eerst gaan coveren. Want ik wil dat een beetje in mijn achtergrond hebben. En ik wil de sommige gedeeltes iets lichter hebben. Dat ga ik even met een beetje gesso doen. Ik ga gewoon even wat proberen hoor. Of het wat wordt, geen flauw idee. Even kijken, ik heb hier wel een kwastje. Klein beetje gesso op mijn craft sheet. Dat ga ik even vermengen met water, dat het gewoon echt eventjes wat lichter wordt. Ik wil gewoon een dun laagje gesso eigenlijk even over mijn rijstpepers. En die gesso, dat op je papier komt, dat maakt niet uit. Daar zie je straks niet zo heel veel van terug. Ja, maar dat kan je ook wat doortrekken naar boven toe. Dus dan zie je dat je iets meer een vintage-achtig effect krijgt en dat je de kleuren wat af gaat matten. Dan wil ik deze keer gewoon eens even een keer gaan proberen. Soms moet je gewoon tijd nemen om even dingen uit te proberen. Ik heb ook geen flauw idee of het mooi gaat worden. We zien het wel. Dus gewoon gesso met een beetje water vermengen. Nou, dat gaat ook een beetje over de boeken heen. Ik mag het ietsjes natter maken. Ja, ik heb de hybride en de premium van de Cadence gebruik ik gewoon door elkaar heen. Het zijn in principe beide hetzelfde soort verf. Alleen is de hybride ook geschikt voor op stof. En er zullen vast nog wel wat extra toepassingen voor zijn, maar dat is in principe het grootste verschil. Ik moet er een klein beetje gesso weer bij hebben, want het wordt niet meer wit. Nou, de randjes gaan we straks natuurlijk ook nog verder gewoon coveren met onze verfjes. Maar aangezien ik deze keer wat zachtere achtergronden wil, ga ik er heel lichtjes met mijn verf gewoon overheen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat best wel leuk worden. Dus vandaag wordt het gewoon een probeerseldagje. Oh, je kon me niet vinden. Nou, ik was gewoon in de groep. Gewoon op dezelfde plek, maar af en toe is inderdaad mijn Facebook is gewoon eventjes lastig zoeken waar de live is. Ik heb soms ook het idee dat Facebook bij lang niet iedereen hetzelfde laat zien. Ik ben soms ook daar ben je uren aan het zoeken en je ziet alleen maar creaties en verder eigenlijk helemaal niks meer. Ook geen privé dingen van mensen, dus af en toe denk ik... Vind ik Facebook eerlijk gezegd niet zo super leuk meer. Maar goed. Het komt denk ik ook omdat ik gewoon te weinig tijd heb. Zo. Nou, dit ga ik ook gewoon mooi in de achtergrond laten verlopen.
Misschien dat ik straks ook wel gewoon eerst een gedeelte verder ga met mijn penseel met het verf aanbrengen. In plaats van alleen tamponeren. Ik ga eens eventjes gewoon een beetje experimenteren vandaag. Ik ga straks even iets hoger werken. Maar ik moet even dit iets binnen handbereik doen. Dan moet ik eerst even dit gedeelte weer schoonmaken. Nou, dat vinden jullie het leukste om probeersels, lees ik. Nou, dan hebben jullie geluk. Vandaag wordt gewoon echt een probeeruitzending. En wordt het niet wat, helaas, jammer dan. En ik heb ook wel vaak, dan ben ik de ene dag met iets bezig. En dan de volgende dag maak ik het gewoon verder af. Dus het hoeft ook niet altijd in één keer af. Het beeld af en toe stil. Ik hoop niet dat iedereen dat heeft. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen dan, helaas. Nou, ik ga deze keer gewoon proberen met een beetje verf. Nee, deze keer had ik de witte gesso gedaan, een klein laagje. Ik wil het proberen een beetje rustig te houden. Ik heb geen idee hoe ik dat wil gaan doen en of dat gaat lukken überhaupt. Maar we zullen zien. Ik doe een beetje water bij mijn verf. En ik denk dat ik er een beetje wit bij ga mengen, dat hij iets lichter wordt. Maar op deze manier, als je met verf doet en een penseel, dan heb je je achtergrond wel wat sneller op kleur. Klein beetje erbij sprayen. Pak een tamponeerkwastje om het een beetje uit te wrijven. We gaan het gewoon zien of het wat wordt. Nou, dit moet je niet te nat maken en dan gaan tamponeren, want dan gaat je papier wel een beetje rollen, merk ik. Dus dat moeten we maar niet gaan doen. Ik denk dat ik gewoon lichtjes met mijn penseel eroverheen ga. Ik denk dat ik dit leuker vind. Kijk, zo krijg je best wel een leuk effect. Kliedermatje is gewoon een craftsheet. En die zijn in verschillende formaten te koop. En die craftsheet die kan je dan gewoon eventjes met een beetje tacky tape kan je die op een ondergrond gaan plakken. Dus op een MDF bordje. Plankje. Nou, ik ga beginnen met een lichtroze ondergrond. En ik ga daar zo meteen wat andere kleurtjes overheen bouwen. Weet je, ik vind dit best wel een keer een leuk effect zo. Dit is even een keer wat anders. Je moet gewoon af en toe wat proberen. Nou, Kitty, dat heb ik dus inderdaad ook. Dat het gewoon eventjes allemaal net wat te veel werd. En dan lukt bij mij het hobbyen ook niet. Gisteren lukte het mij ook gewoon echt niet. Dus toen moest ik ook gewoon even de keuze maken om de live af te zeggen. Helaas. Ik had het heel graag gewild, maar momenteel is 's avonds voor mij echt eventjes not done. Ik moet gewoon vandaag even weer een dagje rust pakken. En wie weet lukt het dan morgenavond, want in principe zou ik morgenavond een live gaan doen. Maar denk ik morgenmiddag van dat wordt hem niet. Dan ga ik morgenmiddag live. Dus ik moet eventjes kijken. Ik laat het jullie tijdig weten. Maar voor morgen is het dus nog eventjes afwachten of het 's middags of 's avonds is. Maar ik zal er sowieso even zijn. En wat ik ga doen is nog niet bekend. Als het qua voorbereidingstijd lukt, ga ik een kaartje een keer weer maken. En anders ga ik gewoon lekker aan het kleuren voor onze kleurchallenge. Want daar hoef ik niks voor te bereiden. Dus ik kijk gewoon eventjes.
Nou, jullie kunnen de live, ik zie dat er een paar moeten stoppen. Jullie kunnen het gewoon later weer terugkijken. Het komt weer op ons YouTube kanaal te staan. Nou, dit is al met de lichtroze een mooie basis. Ik ga eens even kijken van wat voor kleur we er nog meer bij gaan doen. In ieder geval die taffy en die wil ik een beetje sponsored aan gaan brengen. Nee, ik ga de old lace doen. Dus hiervoor ga ik wel mijn blending of tamponeerkwast weer gebruiken. Nou, ik merk al wel dat het wel weer een vrij, hoe zal ik het zeggen, rommelige en drukke pagina gaat worden, denk ik. Maar dat komt ook gewoon omdat mijn hoofd heel erg druk is. En dat moet je dus ook gewoon proberen te verwerken in je pagina. En als je dat lukt, dan ben je eigenlijk een beetje op de goede weg. En dat lukt mij niet altijd, maar ik merk dat hij vandaag wel weer een beetje drukker gaat worden dan wat ik eigenlijk wilde. Ja goed, dat maakt niet uit. Old Lace is een beetje, ja, bruin ecru. Het is echt, ja, ik vind het een mooi kleurtje. Nou, en deze ondergrond is natuurlijk, dit is nog maar de eerste basis. We gaan er straks nog lekker met mask stencils en stempels op werken. Dus we zijn er nog lange niet. En dat vind ik zelf dus ook af en toe best wel lastig. Want dan denk ik van shit, die achtergrond, dat wordt helemaal niks. En dan ben je eigenlijk geneigd om al te gaan stoppen. Dat je denkt van ja, het wordt helemaal niks meer. Laat ik het maar niet meer af gaan maken. Maar je kan ook een dag later nog even terug gaan kijken. En hou hem eens een keer rechtop. Hou hem even van een afstandje. En dan zie je vaak ook nog wel stukjes van, oh ja, maar daar heb ik eigenlijk te veel kleur. Daar is die een beetje uit balans. Dus kijk gewoon af en toe eventjes met een frisse blik weer naar je pagina. En wat ik ook wel eens doe, is gewoon 2-3 pagina's eerst niet afwerken. En dan op een gegeven moment, ja, dan komt de inspiratie vanzelf alweer. En dan werk je hem dan af. Het kan gewoon, ja, het hoeft niet in één keer af. Het moet gewoon lekker ontspannend zijn. Het belangrijkste is dat jij gewoon lekker, ja, tijd voor jezelf neemt. Lekker aan de slag gaat. Nou, dit tamponeren vind ik altijd heerlijk om te doen. En ik denk heel eerlijk gezegd dat ik er ook een klein beetje donkere bruin straks bij ga pakken. Ook van die boeken daar. Ik vind een beetje een, of ik ga de randen donkerbruin maken. Ik vind bij deze een beetje een vintage look wel leuk gaan worden. Maar dat is denk ik voor straks even. Ik ga deze eventjes schoonmaken. Ik ga even kijken. Een beetje van die roze erbij. Die wil ik niet te veel. Ja, klopt. Als je een druk hoofd hebt, kun je eigenlijk het beste gewoon echt even creatief bezig gaan. Voor mij werkt het kleuren momenteel gewoon echt het beste. Ja, en gewoon lezen momenteel is voor mij ook gewoon iets wat ik wel graag doe. Maar goed, dan krijg ik ook weer heel veel informatie binnen. Dus dan is mijn hoofd nog weer helemaal vol. Ja goed, soms is het ook belangrijk om eventjes voor jezelf wat allerlei kennis en dingen uit te zoeken. Dus ja, daar neem ik ook gewoon tijd voor als ik aan het rusten ben. En wat ik zelf heel erg merk is dat ik gewoon veel te veel prikkels krijg van social media. En dat ben ik dus ook gewoon een beetje aan het minderen. Ik red het gewoon echt niet om op alle berichten te antwoorden, hoe graag ik het ook wil. Want er komen zoveel creaties binnen. En ik probeer er altijd om, ja,
eigenlijk bij iedereen of een like te geven of eventjes te reageren. Maar daar gaat mij zoveel tijd in zitten en ik word daar zo ontzettend moe van. Dat ik dat ja, eigenlijk maar eventjes niet meer moet gaan doen. Hoe lastig ik dat ook vind. Ik vind dat tegenover jullie dan weer zo lullig. Want jullie zijn allemaal zo fanatiek aan het plaatsen. En als ik dan niet reageer, voel ik mij gewoon een beetje schuldig dat ik het idee heb van, ja, we plaatsen wel, maar waar doen we het voor? Ja, ik hoop dat jullie mij dat niet kwalijk nemen. Nou, in mijn dag zitten helaas veel minder uren dan dat ik graag zou willen. Want mijn dag bestaat ook uit heel veel uren rusten en op bed liggen. Dus ja, ik zou echt willen dat ik meer uren had. En ja, rusten vanuit mijn stoel. Dus ja, ik weet dat jullie het ook niet doen. Maar ik ben natuurlijk wel de beheerder van de groep. Dus ja, je voelt wel een stukje verplichting naar jullie toe. Maar ik merk gewoon dat het momenteel eventjes niet meer kan. En ja, het kost mij te veel energie. Het gaat ten koste van mijn creativiteit, want dan ben ik alweer zo moe en dan kan ik niet meer naar boven toe om te knutselen, zeg maar. Dus ik moet even keuzes gaan maken. Helaas. Ik moet zeggen, ik vind hem qua kleurstelling zo wel leuk worden. Dat roze, die spikkeltjes, dat maakt het wel weer af. En ik heb hem wel lekker een beetje lichtjes gehouden. Dus al met al, onder al het kletsen, ben ik wel heel blij al met deze eerste onderlaag. Nou, Cadence droogt eigenlijk heel snel. Maar omdat ik er eigenlijk met nieuwe laagjes overheen wil gaan, ga ik wel eerst eventjes dit droog maken. Dan kunnen we lekker doorgaan en dan kan ik ondertussen eventjes mijn thee opdrinken voordat die koud is. Zo. Nou, ik heb ook nog steeds geen flyer gemaakt voor ons Pinksterweekend. Maar ik wil het nog wel eventjes weer aankondigen dat wij het Pinksterweekend, dus 31 mei en 1 juni, hebben wij weer een online Pinksterfestival. En dan zijn er weer 6 leuke demo's. Dus vergeet dat niet. Om daaraan deel te nemen. We gaan ook weer een leuke giveaway doen. Leuke diverse acties weer, zeg maar. Dus er komt van alles weer. Nou, thee is bijna op. Kijk, ik zal de kleurtjes even iets dichter in beeld houden. Nou, dit is het natuurlijk nog niet. Ik wil er nog veel meer op gaan doen. Wat wil ik erop gaan doen? Ik ga denk ik met mask stencils werken. Ik denk dat ik zie. Ja, wat ga ik doen? Ik had eigenlijk dit stukje wel een keer willen doen. En ik denk dat ik die met structuurpasta ga doen. Deze heat-tool wat ik nu gebruikte heeft maar 1 stand. Eventjes mijn spateltje erbij pakken. Wat ga ik gebruiken voor pasta? Ik heb van alles in de aanbieding. Deze niet. Ik denk dat ik die met de crackle paste ga doen. Deze moet je officieel aan de lucht laten drogen. Dan wordt die gewoon echt het mooiste. Maar dat gaat nu dus niet lukken. Dus ik ga het zometeen maar gewoon eventjes met de heat tool doen. Nou, ik hoef niet alleen dat boterkaas en eieren, maar ik wil ook wel een klein beetje van de andere elementjes erbij. Dus ik smeer het gewoon eventjes een beetje her en der overheen. Vandaag wil ik geen perfecte pagina, maar een beetje een rommelig pagina maken. Dus daar komt dat een beetje. Nou, omdat ik hier die puzzelstukjes heb
En hier valt een stuk waarvan ik denk van dat moet een beetje opgevuld worden. Dus daar ga ik ook nog een stukje herhalen. Of ik kan zeggen van ik doe dat leuke vlindertje. En die ga ik doen. Ik vind het leuker om verschillende elementjes te doen. Nou, dit is dus een mask stencil uit mijn eigen lijn. Ik ga straks alle producten nog eventjes weer voor jullie linken. Maar dat kon ik van tevoren niet doen, omdat ik gewoon echt absoluut geen idee had wat ik allemaal wilde gaan gebruiken. Nou, deze crackle paste is super leuk spul. Het heeft iets een glansje, zeg maar. En als je dat echt aan de lucht laat drogen, dan krijg je echt een super gaaf effect. Straks zal ik het eventjes laten zien. Wellicht gaat het met de heat tool ook wel een klein beetje krekkelen, maar het is wel net wat minder. Maar ik vind dit kleurtje gewoon hier ontzettend mooi bij passen. Ik ga gewoon een klein beetje voorwerk doen dat hij iets droog is, dat ik hem niet plat ga maken. Dat is mijn grootste intentie nu eventjes. Siri hoeft niet mee te doen. Siri dacht dat hij mij eventjes moest helpen. Er komt eind van de maand, dus echt, het zal de allerlaatste week zijn, komt er weer een uitbreiding van mijn lijn. Daar zag ik een vraag over. En dat is echt eind juni. Waarom moet er een plasticje overheen tussen het potje? Dat is voor het uitdrogen. Doe je dat niet, dan gaat je potje echt geheid vastzitten. En dat is zonde. Van Pronti by Yolanda de Ronde hebben we ook hele gave mask stencils. En die wil ik ook eigenlijk even op de achtergrond gaan verwerken. Maar waar ga ik dat mee doen? Keuzestress. Zal ik dat met verf gaan doen? Ik vind dat kleurtje op zich wel heel leuk. Ik denk dat we het gewoon met verf gaan doen. Dan ga ik even een sponsje op maat knippen. Ik heb gewoon van die huistuin- en keukensponsjes van de goedkope winkel. En die knip ik in stukjes. En dan gebruik ik die lekker voor het tamponeren. Dan kunnen die na die tijd ook in de prullenbak. We hebben er eentje nodig. Wat voor kleur? Ik ga deze twee kleuren eventjes een beetje mengen. Dus dat moet even een beetje een tussenkleurtje worden. Volgens mij wordt dat wel leuk. Nou, ik doe hier geen groen bij. Want persoonlijk vind ik dat hier niet mooi bij worden. Deze keer wilde ik gewoon gaan voor roze. En ik wilde straks een beetje bruin tinten nog bij gaan doen. Ik ga met Cadence straks een leuk randje er langs maken. En ik denk dat ik daarmee dan ook wat accentjes nog ga doen. Nou, ik wil dat een beetje lichter in mijn achtergrond over laten lopen. Dus ik ga ook een klein beetje sponsen met de taffy eroverheen. De Old Lace had ik. En dan hoop ik dat dat leuk is. Nou, kijk eens, dit is toch gaaf? Nou, dat gaat dus hartstikke leuk door verschillende kleurtjes ook over elkaar heen te gebruiken. Nou, dat gaan we ook nog een keer herhalen, want wat ik dus wel altijd doe met mijn pagina's is dingen herhalen. Dat vind ik gewoon het allerleukste. Dan krijg je gewoon een beetje symmetrie in je pagina's. Nou, dit zal een iets lastiger stukje worden, omdat er natuurlijk mijn pagina's hier niet helemaal plat tegen elkaar aan liggen, omdat ik een dubbele pagina heb. Maar het hoeft niet perfect, had ik gezegd. Dat is ook het leren loslaten. Klein beetje van die andere kleuren overheen. Nou, een volgende keer wil ik eigenlijk eens gaan proberen om een keer een pagina te gaan sprayen.
of iets dergelijks. Maar daar moet ik nog eventjes een beetje mee testen. Ik vind deze mask wel heel erg gaaf, moet ik zeggen. Ik ga hem hier in het hoekje ook nog doen. Dan draai ik mijn pagina eventjes om. Ik zal even kijken. Er staat ook wel een nummer op. Oh, ik heb mijn hele nagels al onder. 74.770.040. Maar hij komt dus ook bij in het lijstje te staan. Even kijken. Ik ga hem hier in het hoekje doen. En dan mag hij een klein beetje over de puzzelstukjes heen. Ik hoop dat ik nu ook in beeld blijf werken. Ik ben bang dat ik het een beetje naar mij toe heb getrokken. Nee, ik zie dat het nog te zien is voor jullie. Gelukkig. Fijn. Zo. Nou, ik kan in ieder geval wel zeggen dat ik straks wel mijn hoofd weer lekker leeggestampt heb. Oh, dit is echt gaaf. Ik ben helemaal blij met dit mask stencil, moet ik zeggen. Hij is ook met structuurpasta heel erg leuk. En gisteren had ik hem al op een kaartje verwerkt. Dus er zijn gewoon allerlei mogelijkheden mee. Ik vind deze ook altijd super leuk. Dat is een script. Die is ook van Dutch Doobadoo. Oh, die is van Dutch Doobadoo. Die andere was van Pronti bij Jolanda de Ronde. Dus je kan ook verschillende door elkaar heen gebruiken. Ik gebruik alle merken door elkaar heen. Hiervoor wil ik een structuurpasta gaan pakken. En ik doe nu de texture. Dat is dus, in principe is het hetzelfde als gewone structuurpasta. Dezelfde werkwijze. Alleen zit hier een korrel in, dus hij geeft een beetje een vintage effect. Ik vind dat altijd super leuk. De letters zullen dan niet helemaal strak worden. Maar het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet leesbaar te zijn. En ik denk dat jullie wel horen hoeveel van dat zand er in principe in zit. Want dat kraakt gewoon over je spul heen. Maar ik vind die letters ook wel weer heel toepasselijk bij mijn boeken die ik heb gedaan. En ik ga dus hier ook gewoon over de boeken heen een gedeelte van die leuke tekst weer doen. Want op die manier komen je boeken dus ook weer in je achtergrond verwerkt. Dus het is de bedoeling dat je straks die ruispepers niet zo, die randjes niet meer ziet. Maar dat het gewoon allemaal één geheel is geworden. Moet gewoon één leuk verhaal gaan worden. Een pagina in mijn dagboek. Alleen is het dagboek dan, ja, op een creatieve manier. Eigenlijk ben ik nu ook wel heel benieuwd wat voor tekst hier uiteindelijk op staat. Ja goed, daar zullen we denk ik nooit achter komen. Of ik zou het Jolanda eens een keer moeten vragen. Jolanda Bergmans, wat voor tekst hier nou in principe op staat. Ik vind het natuurlijk altijd wel leuk om te weten wat ik ook op mijn pagina's verwerk. Nou, dit ga ik straks eventjes onder de kraan weer afwassen. Kijk, zo heb je al een heel leuk begin. Ik denk dat ik nu eens even een paar stempeltjes er eerst bij ga pakken. Dat ik dus op de achtergrond ga stempelen. Deze ga ik even weer dicht doen. En zo werk ik eigenlijk gewoon een beetje van de hak op de tak. Dus dan dit, dan dit. Want ik zie eigenlijk in mijn ooghoek nog weer wat leuke dingen. Ik kan er ook straks nog een leuke klok op gaan plakken. Kun je deze texture paste ook verwerken op wax? Op wax of zou je de wax overheen willen doen? Want je kan er wel wax overheen kunnen doen.
Ik dacht dat het wel leuk zou zijn om die klok in twee gedeeltes te gaan maken. Dus hier een halve klok en hier onderaan een halve klok. Maar dan ga ik hem straks eerst even op kleur brengen. Ik denk dat ik dat zo meteen ga doen. Maar dan moet ik nog even kijken hoe ik dan de rest ga doen. Ik ben eventjes een beetje in mezelf aan het denken, geloof ik. Want ik vind iets met tijd altijd wel heel erg leuk om te verwerken op mijn pagina's. En dat doe ik ook heel bewust. Want tijd is voor mij, ik moet leren doseren en gewoon leren dat ik minder tijd heb te besteden op een dag. Maar ja, goed, dat is een proces waar je doorheen moet. Dat accepteer je niet zomaar eventjes. Dus dat komt allemaal nog. Maar daarom vind ik het wel altijd heel fijn om iets van tijd op mijn project te gaan verwerken. Wat wil ik nog meer? Keuzestress. Ik zoek nog iets. Hoe krijg je de spatel schoon als je goed met cadens werkt? In principe kan je hem gewoon onder de kraan alles doen. En ik heb ook stencilreiniger. Dat kun je er ook bij gaan gebruiken. Ik ga een stukje van de muur doen. Maar waarmee gaan we de muur bouwen? Ja, het zijn wel af en toe een beetje dezelfde dingen die weer terugkomen op mijn creaties. Maar dat is dus gewoon bewust omdat ik gewoon vanuit mijn hoofd werk. En niet denk van, ja, die pagina heb ik al eerder gemaakt. Jammer dan. Even kijken welke kleur mooier is. Die kleur. Ik ga werken met de granietpaste. De granietpaste is een hele gave pasta om een muurtje van te bouwen. Hij is wel wat wateriger. Dus ik moet dit eventjes iets naar beneden trekken, dat ik dat wel eventjes goed recht heb. En dat het niet allemaal onder mijn muurtje gaat. Of onder mijn mask gaat. Nou, wat is het leuke aan dit? Hier zitten dus echt een soort kiezelsteentjes in. En daar zitten diamantjes in. En het is super gaaf spul. Ik moet er heel eerlijk bij zeggen. De kleur waar ik nu mee werk is momenteel eventjes op. Maar er zijn ook hele andere toffe kleurtjes die ook bij deze pagina passen. Die zijn er wel. Maar die kleurtjes heb ik dus niet in huis. Dus kijk even, er zijn verschillende kleurtjes. Je hoeft niet altijd hetzelfde te doen als wat ik doe. Er zijn veel meer mogelijkheden. Kijk, dat wordt helemaal leuk. Daar ga ik een stukje doen. En dan ga ik ook hier nog een stukje doen. En dan ga ik dit gedeelte uit het randje pakken. Want om iets maar één keer op mijn pagina te doen, dat vind ik dan wel weer een beetje uit ze niet vallen, zeg maar. Dan is de pagina niet meer in balans. Kijk, zo krijg je ook alweer een beetje van die donkere stukken erbij. Hier aan de zijkant een heel klein beetje. Die gaat ook straks in de was. We hebben straks een poetszondag. Alles weer schoonmaken. Doe hier ook gewoon zakjes tussen. In principe kun je het beste bij alles even een zakje ertussen doen. Is gewoon voor het behoud van je producten. Want anders gaat het uitdrogen. En dat is gewoon zonde. Nou, jullie zien wel. Bij mij is het muurtje deze keer dus niet helemaal netjes geworden. En dat maakt dus ook helemaal niks uit. De steentjes lopen iets door, maar ik doe er straks een klein beetje mos overheen. Dus er komt toch nog weer wat groen in mijn pagina.
Dit is inderdaad in mijn nieuwste journal. Dus het formaat is ietsjes groter dan van die vierkanten. Ik vind dit zelf gewoon prettiger werken. Dan kun je er gewoon net wat meer op kwijt. Ik weet ook nog niet wat voor soort tekst ik erop ga doen. Moet ik ook nog helemaal over nadenken. Maar ik denk dat ik in eerste instantie eventjes mijn randje ga maken. Ik vind dat zelf wel prettig om alvast een donkere rand omheen te maken. Want dan weet ik hoeveel kleur ik bij de rest nog moet gaan doen. Dus dit gaat even aan de kanten. Dat is meer voor het balans in mijn pagina, zeg maar. Ik wilde dat niet te donker doen. Ik heb hier Ground Espresso. Even kijken of ik... ik kan het formaat wel even opmeten. Volgens mij was het 20 keer... Even kijken... 17,5 bij 24 centimeter. Dus dat is het formaat. Even kijken. Nou, ik denk dat Ground Espresso wel een leuk kleurtje is. Die gaat daar eventjes een beetje op. Dat werkt even net wat makkelijker als ik mijn sponsje daarbij wil gebruiken. Ik pak daar even een ander stukje voor. Nou, dit is gewoon weer even kliederen. En dat kan je dus zo donker maken als wat je zelf wilt. Je kunt het ook wat lichter naar beneden toe trekken. Ik vind het altijd wel leuk als je niet een te harde rand maakt. Maar dat je dus ook ietsjes naar beneden kijkt. Gewoon voorzichtig eraan. En dan af en toe ietsjes verder sponsen. Ik doe soms wel 2-3 laagjes. Dat is gewoon even afhankelijk van hoe ik de rand uit vind pakken. Dus dat kijk ik gewoon gaandeweg eventjes. Zo. Nou, al met al vind ik mijn pagina al heel mooi worden. Maar ik zie al wel dat ik hem niet binnen de tijd helemaal af ga krijgen. Maar ja goed, als ik heel eerlijk ben. Normaal gesproken krijg ik een pagina ook niet binnen een uur af. Tenminste niet zo'n grote pagina. Een kleine pagina wil wel. Maar een grote pagina ben je gewoon langer mee bezig. Tenminste als je hem... Ja, naar dit in deze stijl wilt hebben, zeg maar. Er zijn wel wat andere soorten stijlen waarvan je denkt van... Oh, nou, dat heb ik gewoon zo klaar. En de ene keer gaat het ook gewoon sneller dan de andere keer. Dat is ook gewoon een feit. Distress pasta is voor de randen, maar je kan het ook gebruiken voor mask stencils. Ik zal straks mijn klok ook eens op kleur gaan brengen met deze Ground Espresso. Dus die Distress Paste. Je kan daar ook veel meer dingen mee doen. Distress Paste droogt een beetje... hoe zal ik het zeggen? Ja. Geef het eens een naam. Een beetje glanzend op. Het geeft echt een heel leuk effect. Kijk, maar zo haal je dat bruine van die pilaar en dat soort dingen ook weer een beetje terug. En ik ben zelf wel een beetje van dit soort kleurtjes. Dus je moet ook gewoon kijken wat jij zelf leuk vindt. Nou, dit mag ietsjes donkerder. Kijk, nu kan ik straks natuurlijk ook nog leuk met een beetje bruin erbij gaan stempelen. Dat is ook wel weer leuk. En ik heb nog een hele leuke, ik heb hier die muur natuurlijk. Maar ik heb daar ook een stempel van in mijn eigen lijn. En ik denk dat het leuk is om die erbij te gaan gebruiken. Ik ga dit heel eventjes aan de kanten leggen. Want dan ga ik... Oh, dat was niet de bedoeling. Ik ga deze eventjes op kleur brengen met mijn... Met mijn Distress Paste.
opletten dat ik de klok deze keer wel gewoon netjes op de goede, aan de goede kant op kleur breng. Het is me dus al een keer gebeurd dat ik het wel aan de verkeerde kant deed. En dat is gewoon jammer. Want ik zag pas toen ik hem opgeplakt had. En ergens dus ook netjes onderverwerkt had. Maar ja, ach. Het zij zo. Kijk, dus ook je chipboard kun je daar heel makkelijk mee op kleur gaan brengen. En hoe meer laagjes en hoe donkerder je dit erop doet, hoe leuker het eigenlijk wordt. En zeker op deze klok wil ik het gewoon wat dikker erop hebben, want dat mag een beetje een soort ja, roest vintage effect gaan krijgen. Ik zal het zo even iets dichter in beeld laten zien. Nou, we krijgen dan lekker vieze handen. Kijk, zie je, ziet nu dus ook verschillende kleurnuances in dit chipboard. Omdat ik de ene keer dus wat meer verf er of van die distress paste erop heb dan de andere keer. Nou, dan ga ik deze ook in dezelfde kleur maken. Ja, je kan dat distress paste ook gewoon los op je pagina smeren. Je kan het met mask stencils gebruiken. Er zijn zoveel leuke dingen nog weer mee. Het is een net iets dikkere... ja, het is wel glad. Maar het is net iets... ja, een dikkere substantie dan gewoon verf, zeg maar. Dus ja, het is gewoon weer leuk spul. Nou, deze ook eventjes op kleur brengen. En zo zijn we straks weer lekker een ochtendje aan het kliederen geweest. Ik denk wel dat ik hem later af moet gaan maken. Maar dat geeft niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik momenteel volgens mij ook geen inspiratie heb voor de hele pagina. Soms gaat bij mij de inspiratie tijdens een pagina ook wel eventjes weg. Dat ik denk van ik moet hem eventjes aan de kant leggen. Eventjes een paar uurtjes nadenken over wat erbij moet. En dan de volgende ronde. Nou, dit gaat helemaal leuk worden. Dit kan je gewoon even met heat tool drogen. Maar ik wil eerst even mijn werkblad weer een beetje schoonmaken. Want anders dan krijg ik dat natuurlijk ook allemaal weer er vast op. Zo, dat is dat. Ik ga deze even droog maken. Ik heb de kleur Ground Espresso. Je hebt meestal moeite met tekst. Nou, ik probeer gewoon een beetje te kijken van... ja, wat is mijn mood van vandaag of van de afgelopen dagen, zeg maar. En dat probeer ik er een beetje in te verwerken. Liefst doe ik van de dag zelf. Dat vind ik gewoon het mooiste. Omdat het eigenlijk ook gaat over het proces wat je nu doormaakt tijdens het knutselen. Maar ja, dat lukt niet altijd. Wat ga ik nog meer doen? Ik had gezegd dat ik wou gaan stempelen nog. Dus ik doe het nu gewoon echt eventjes op mijn dooie gemakje. Ik hoop dat jullie dit ook wel gewoon interessant vinden. Ik heb dus gewoon geen plan. Ik weet niet wat ik allemaal nog wil gaan maken. En wat ik ook nog kan gaan maken vandaag. Even kijken. Ik denk dat ik deze gewoon een beetje op zo'n manier los ga knippen. Die gaat hier komen. Dan knip ik hem ook hier even doormidden. Kijk, want dan kan ik ze mooi in twee gedeeltes mee gaan werken. Die komt hier ook gewoon een beetje over deze pilaar heen.
Misschien dat ik daar straks die tekst nog op ga verwerken. En wellicht ga ik er ook nog een klein beetje met een leuke pasta weer overheen. Een waxje. Zodat ik de kleur ietsjes lichter krijg dat hij in de achtergrond over gaat lopen. En deze moet ik nog even bedenken wat ik daarmee ga doen. Of ik dat nou te druk vind, te donker. Deze gaat ook door de helft. Ik denk dat ik dat leuker vind. Ik vind hem groot, vind ik hem net wat te veel. Kijk. Die kan daar dan mooi. Drie stuks vind ik wel leuk. En dan komt er aan die kant ook nog één. En als het goed is, had ik nog ergens een kleintje liggen. Maar waar ben jij gebleven? Nou, die is er eventjes niet meer. Die komt later wel weer boven water. Geen probleem. Ik ging stempelen, had ik gezegd. Waar plak je dat vast? Nou, ik plak dit op deze manier denk ik een beetje vast. Dat is wat ik nu in mijn hoofd heb. Maar het kan zijn dat ik straks nog even wat anders bedenk. Maar we zullen zien. Ik heb nog stempeltjes uit mijn eigen lijn. En ik denk dat deze stempeltjes hier wel leuk bij zijn. Heb ik een acrylblokje? Dat heb ik ook. Ik ga eventjes een slokje drinken tussendoor. Ik krijg een beetje een droge keel. Ik vind het wel gezellig dat jullie er allemaal nog weer bij zijn. Dus vanavond hebben jullie, of vandaag hebben jullie even geluk, want vanavond is Lisanne er ook nog weer. Dus we hebben twee live uitzendingen vandaag. En vanavond gaat Lisanne iets doen met Marianne Design. En dan gaat ze een leuke een doosje maken, een kinderkaartje. Dus dat is ook wel een keer weer leuk. Dit doe ik met de kleur koffie. Ik vind Archival gewoon een van de prettigste inkten om mee te werken. Om te stempelen over cadens, zeg maar. Ik vind dat wel een leuk effect geven, moet ik zeggen. Misschien dat ik straks wel een klein beetje, moet ik even kijken hoor, maar dat ik ze heel lichtjes iets in ga kleuren. Dat ze een beetje de kleur van de achtergrond nog weer gaan krijgen. Maar daar moet ik even nog over brainstormen. Oh. Ja. Dat is al helemaal leuk. Ik heb die distress paste daar nog wel heel gevaarlijk op mijn werkblad zitten, merk ik. Maar ik twijfel nog of ik daar meer van ga gebruiken, dus ik had het nog niet schoon willen maken. Ik zit even te denken wat een wijsheid is. Ik ben zo bang dat ik anders mijn hele pagina straks onder heb zitten. Maar ik wil er ook geen poetsuitzending van maken. Dat vind ik ook altijd weer zo irritant. Er zit ook Yatzee bij. Nou, die hoeft niet helemaal duidelijk in beeld te zijn. Dus ik ga eventjes deze dicht doen. En ik ga daar de kleur Pebble Beach voor gebruiken. Nou, gewoon eventjes vanuit de hand stempelen, want die wil ik dus gewoon een klein beetje structuur erin hebben. Kijk, en dat moet dus ook niet netjes zijn. Want het gaat om ons achtergrondeffect. De achtergrond willen we nu een beetje opvullen met stempeltjes, tekstjes. Dat je een beetje nog die textuur erop krijgt. Ik vind dit ook wel leuk. Ik ben daar wel weer blij mee.
Ja, en deze hoort er eigenlijk ook wel bij, hè? Waar ik dat mee zou inkleuren? Nou, ik denk gewoon heel lichtjes met een beetje potlood of zo. Ja, ik kan er inderdaad of een stukje keukenrol er eventjes overheen. Dat kan ik ook doen. Dat is inderdaad dan... is misschien voor het beeld van jullie wel eventjes wat minder. Maar dan is het wel eventjes weer schoon. De handen maak ik altijd schoon met mijn scrubby. De scrubby is gewoon echt ideaal. Daar krijg je gewoon alles mee schoon. Gewoon een beetje water en zeep. Scrubby erbij en poetsen maar. En je hebt je handen zo weer schoon. Heb je je handen nou echt heel vies? Je kan er ook nog voor kiezen om met je shampoo. Shampoo schijnt, ik weet niet wat er precies in zit. Maar daarmee krijg je dus ook je handen heel goed schoon. Ik vind deze kleur niet mooi. Denk ik. Het is donker. Nou, het kan. Het kan. Eerst even afstempelen. En dan dus een klein beetje van die muur. Ook gewoon her en der een beetje ertussendoor. Het gaat om het effect. Ga ik dat nog meer doen? Nee, ik ga dat niet nog meer doen, want dat vind ik zonde. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, nu ik aan het opbouwen ben, dat ik hem wel steeds leuker ga vinden. En dat ik steeds meer denk van, ik moet er niet te veel nog bij gaan doen. Want er komt natuurlijk straks nog een tekst bij. Wat ik wel altijd leuk vind, ja... Komt het weer aan? Mijn mos. Ik vind stenen muurtjes gewoon leuk met een beetje mos erop. Dus ook deze keer gewoon weer een beetje mos. Nou, jullie willen mijn werktafel ondertussen weer niet zien. Mijn werktafel is weer heel erg vol geworden. Ik bouw mezelf helemaal in. Maar goed, het is niet anders. Inderdaad, met dat handen wassen met desinfecten. Zo werkt ook gewoon heel goed. Daar krijg je het ook gewoon goed mee schoon. En we moeten tegenwoordig toch al heel veel onze handen wassen. Dus ik denk dat je momenteel je handen wel vrij snel weer schoon krijgt. Babydoekjes. Nou, met babydoekjes krijg je niet altijd alles van je handen af, merk ik. Sommige soorten zitten er gewoon echt zo vast op dat je gewoon echt toch wel iets grover materiaal nodig bent. Even voelen, hij is wel droog. Nou, ik vind het altijd wel leuk om dat groene dan wel een beetje door te trekken naar beneden. Dus niet alleen over het muurtje, maar ietsjes verder je pagina door laten trekken. Ik begin vaak met de lichtste. En dan doe ik de donkere er zo meteen overheen. Nou, mijn boeken zijn ook een beetje... onder het mos gekomen. Te lang in de boekenkast gestaan. Te lang niet gelezen. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben bang dat ik nu even geen tekststicker erbij ga zoeken. Maar dat ik voor vandaag. Dus weer een. Daar heb ik nog niet klaar. Dan moet ik dan nog eventjes straks op gaan zoeken. Maar dat ik er deze keer dus weer een Bijbelse tekst op ga doen die mij vandaag inspireert. Want ja, ik ben gewoon elke dag wel aan het lezen. En elke dag komt er gewoon bij mij een leuke tekst binnen die ik graag wil onthouden. Ja, de ene dag natuurlijk meer dan de andere dag. Maar ik denk dat ik vandaag die tekst hier op ga plakken omdat ik die boeken nu ook heb. En het is zondag en... ik moet gewoon nu even vanuit gevoel gaan werken. En mijn gevoel zeggen dat ik dat er gewoon op moet gaan plakken. Dus daar moet ik straks nog eventjes voor gaan opzoeken en printen.
Dus het uiteindelijke geheel zal later komen. Nou, een beetje van die donkergroene erbij. Weet je dat het altijd gewoon lastig is om te stoppen met zo'n pagina? Dan ben je zo lekker bezig. En dan wil je eigenlijk gewoon de hele pagina in één keer afzien. Het gaat niet altijd. Zo jammer. Maar ja, kunnen we ook nog uitkijken naar een volgend leuk knutseluurtje. Hè? Zo kunnen we het ook bekijken. Nou, ik vind dat groene gewoon leuk. En past dat groene erbij? Geen idee. Maar net wat ik zeg, ik merk nu dat ik weer vanuit mijn gevoel begin te werken. Dus niet vanuit dat ik denk van, oh shit, iedereen kijkt weer mee. Maar ik zit nu even weer zo in mijn element dat ik gewoon echt vanuit mijzelf werk. En dan ja, moet ik gewoon overal eventjes weer wat kleur bijbrengen. Dan ga je gewoon steeds meer het geheel zien. Ik denk dat het op de klok ook wel leuk is. Je hebt alleen de donkere. Ja, dat kan ook alleen die donkere. Maar ik vind zelf persoonlijk, vind ik twee kleuren net wat leuker. Maar goed, dat is gewoon, ik kan ook niet naar het budget van iedereen kijken. Doe wat bij jou past. Kijk wat in jouw budget past. En kijk ook wat jij leuk vindt. Kijk, ik geef alleen maar tips en ideetjes en waar ik graag mee werk. Maar dat betekent niet dat mijn advies altijd ook het beste advies is. Je moet kijken naar wat past bij mij. Dit is een stukje wat opgedroogd is. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dat ga ik straks met lijm er eventjes opplakken. Ik zat te denken om dan hier in het midden een leuke tekst te gaan maken. Dat is mijn intentie. Welke tekst weet ik nog eventjes niet. En ik moet nog een klein beetje, ik ga even weer iets hoger leggen. Ik ben even weer aan het denken hoor. Ik miste nog iets op, maar ik zit te denken of ik dat hier in de buurt heb liggen. Of ik dat erbij kan doen of wat ik ga doen. Hebben jullie een idee? Ja, als jullie een idee hebben, is het natuurlijk ook altijd leuk. Ik wil nog iets meer van het bruine van die cadens erop hebben. Dat is wat ik zie, wat ik mis. En hoe ga ik dat doen? Wat ga ik daarvoor pakken? Ik kan daarvoor een mask stencil pakken, maar dat wordt wel weer heel erg druk, denk ik. Ik wil een mask stencil met stipjes hebben. En dat ga ik even zoeken of ik dat hier heb. Nou, dat wordt lastig, denk ik. Ik heb heel veel. Oh, ik zie al wat. Ik heb al wat ik mis. Worden geen stipjes? Het gaat deze worden. En dat is ook een mask stencil van Dutch Doobadoo. En die ga ik hieronder met de Distress Paste verder. Dus ik ben blij dat ik niet alles heb weggegooid. Want ik heb mijn Distress Paste weer nodig. En dat ga ik hier aan de onderkant tamponerend aanbrengen. Dus ook gewoon weer met mijn sponsje. Het kan ook met je spatel. Maar dan moet je wel oppassen dat er dus niet onder je mask stencil gaat. Even kijken of het donker genoeg is. Ik vind dit donker genoeg en ook meer dan genoeg. Want ik wil het namelijk niet te overheersend hebben. Hier mag ook een stukje. Ook niet te veel.
En dan hier bovenaan ook nog weer een stukje. Muzieknootjes. Ja, dat had ook gekund. Maar ik zit te twijfelen waar ik dat dan mee ga maken. Maar ik denk dat dit op zich al wel straks voldoende is. Kijk. Nou, dat wordt straks een hele schoonmaaksessie. Ik heb zoveel spulletjes weer verzameld. Deze kan ietsjes die kant op. Kijk, zie je dat? Ja. En nu straks dan nog de tekst eroverheen. En dan denk ik dat ik dit nu eens eerst eventjes moet gaan laten rusten. En dat ik eerst de tekst erbij ga zoeken. En dat ik dan ga kijken voor de laatste finishing touch. Want anders kan ik hem nu wel helemaal vol gaan bouwen. Heb ik straks de tekst erop. En dan vind ik hem veel te druk. Dus ik ga hem hier eventjes bij laten. Ik ga even kijken van wat voor tekst ik er nog bij wil gaan doen. En dan ga ik hem dan afmaken. Er komt nog even een extra randje weer er langs heen. Want ik wil dit nog ietsjes donkerder hebben. Maar dat wordt weer zo'n geknoei. Dus dat doe ik nog eventjes achteraf. En dan denk ik dat ik hem verder zo laat. Misschien nog wat highlights met een witte Posca pen. Of een witte Signo Uniball. En dat ik hem dan verder hierbij laat. Ik ga even kijken of ik dat in beeld kan krijgen. Maar de crackle paint is dus wel, of de crackle mousse, is dus wel heel erg gebarsten. Dus het gaat ook wel als je hem iets aan de lucht gaat laten drogen. Ik ben even aan het kijken. Kunnen jullie het zien? Dus hij is echt, hij glimt heel mooi. En hij is helemaal gebarsten. Dus het is gewoon echt, superleuk spul. Nou, ik ga de spulletjes allemaal voor jullie nog weer op de webwinkel zetten. Dat zal ik straks nog even doen. Filmpje zal iets later komen, denk ik. Ik ga zo eerst even lekker rusten. Vanavond is er ook een live. Vanavond om 19:30 is Lisanne er. Ik ben nu gewoon even extra geweest, omdat ik dus gisteravond niet kon doen. En dat is gewoon doorgeschoven naar nu. Oh, wat ik eventueel, dat denk ik dat ik nog wel ga gebruiken. Dat is namelijk de embossingpoeder, de Cotton Candy, de Speckle. Ik denk dat ik dat nog een klein beetje her en der eroverheen ga strooien. Gewoon omdat ik dat een hele gave vind voor de finishing touch. En daar zit dus dat gave glitter bij in. En ik hou wel van glitters op mijn pagina. Dus waarschijnlijk komt er dit ook nog bij op. Ik ga hem later een keer afwerken. Jullie zien het resultaat vanzelf. Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne zondag verder. Bedankt weer voor het kijken. Superleuk dat jullie erbij waren. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!